In die Groothuizen, gefeliciteerd met je basisdebuut in de Eredivisie voor ADO. Het was een mooi debuut, maar het had nog veel mooier kunnen zijn. Ja, klopt. Ja, dankjewel vooropgesteld. Ja, mooi om mijn debuut te kunnen maken, maar het houdt toch wel een soort nare smaak achter. Ja, blijft toch wel een beetje hangen, eerlijk gezegd. Ja. Een knotsgekke wedstrijd was dit, vooral met de eindfase. Laat maar gelijk naar de 3-3 gaan, hè? Want dat was de deksel op de neus van ADO. Wat gebeurde daar in je ogen? Ja, goed. Het heeft geen zin om nu vingers te gaan wijzen of wat dan ook. Ja, je weet dat zij opportunistisch gaan spelen, alles of niets. Ze scoren in de extra tijd en dan gaat iedereen mee naar voren. En ja, dan krijg je een vrije trap tegen op randje 16. Wat gebeurde daar? Was het een terechte vrije trap? Ik weet niet, ik heb het eerlijk gezegd nog niet teruggezien. Ja, goed, dat zijn duels en keuzes van de scheidsrechter, dat moet je respecteren. Wel goed of niet, of ja, in ieder geval terechte keuze of geen terechte keuze. Daar moet je eigenlijk zorgen dat je dat preventief kan voorkomen natuurlijk, door geen overtredingen te maken. Maar goed, ja, ik weet niet precies wat eraan vooraf ging. En het is dat zonde dat die bal in de laatste minuut nog binnenvalt natuurlijk. Dat is iets waar jij dan op staat te hopen, dat je je daar nog kan onderscheiden, want dan is het een nog mooier debuut dan het al is. Ja, klopt. Ja, ik had al een paar mooie reddingen en ik zat echt lekker in de wedstrijd. Maar zo'n vrije trap van randje 16 blijft altijd lastig. Ik heb geen zin om ergens achter te verschuilen of wat dan ook. Maar ja, als hij hem over de muur schiet met 2 km/u, dan ben je altijd te laat. Ja, kies je niet voor je eigen hoek, dan ben je ook... dat blijft een lastige bal. Ik denk dat meerdere keepers dat wel kunnen beamen. Maar ja, ik neem de goal wel gedeeltelijk kwalijk. Want ze zeggen ook altijd, ja, de hoek van de keeper die moet voor hem zijn. Geen publiek van ADO Den Haag, vandaag aanwezig in de Galgenwaard. Doet dat nog iets met de ploeg? Want op een gegeven moment zie je dan de ontlading bij het doelpunt. Die is extra groot. Nou goed, ik denk dat wij ondanks dat we geen publiek hadden, wel de weerstand hebben getoond. Waar we inmiddels wel onbekend staan natuurlijk. En natuurlijk het uitpubliek en dat geeft wel een extra boost. Maar ja, ik denk dat vandaag echt dat iedereen echt alles eruit heeft gehaald. Ook gezien de omstandigheden wat natuurlijk ineens... heel wennen is, van 8 graden naar 20 graden. Dat is ook wel pittig. Maar die jongens verdienen een groot compliment aan de arbeid die ze geleverd hebben vandaag. Jij zelf ook? Ik zelf ook, ja.